In deze mooie, best wel zware pan ga ik vandaag rösti bakken. En die rösti die ga ik maken van kruimige aardappelen. Daar gaat lekker wat rozemarijn doorheen en dan wordt die lekker krokant gebakken. Daarbij gesmoorde groenten, venkel, peultjes, worteltjes. En ik ga ook een lekker slavinkje bakken. Ik heb er zin in. Ik maak rösti met slavink en gesmoorde groenten. En daar heb je voor nodig. Kruimige aardappelen, wat rozemarijn, knoflook, eieren, venkel, een groentebouillonblokje, slavinken en peultjes met worteltjes. Rösti, je kent ze wel. Vaak koop je ze in de vriezer en gooi je ze in de oven. Maar vandaag gaan we hem maken zoals die moet, namelijk in een grote koekenpan. Dus het wordt een grote koek. Ik heb hier een grote glazen kom en kruimige aardappelen. Deze zijn al geschild en voorgekookt. Dat betekent dat we het lekker snel kunnen doen. De blokrasp gaat in de kom. En dan rasp ik de kruimige aardappelen. Dat moet je wel op een grove rasp doen. Want je wil dat het echt een koek wordt en niet een soort puree. Rösti is een Zwitsers gerecht van oorsprong. In het Duitsstalige gedeelte wordt het met name gegeten. En van oorsprong is het eigenlijk een boerenontbijt. Maar je kan het dus ook heel lekker natuurlijk als aardappelgerecht bij je avondeten maken. Je kan het in kleine koekjes maken. Je kan het ook opbakken en gewoon zo laten. Dan is het natuurlijk sneller gaar. Maar we gaan het doen zoals het moet, namelijk als een grote koek die je vervolgens in mooie punten snijdt. Je ziet dat ik wat stukjes aardappel weggooi. Maar je moet wel echt overal een mooie rasp hebben. Die brokken die gaan er alleen maar voor zorgen dat hij niet mooi bakt gelijkmatig. Dus rasp gewoon zoveel je kunt. Nou zie ik mensen ook nog wel eens de aardappelrasp wassen. Maar dat moet je dus nooit doen. Ook niet als het in een recept staat. Laat je er niet toe verleiden. Gewoon laten voor wat het is. Dat zetmeel zorgt echt als een soort ervoor dat het een soort lijm is. Waardoor het een mooie koek wordt. Goed. Dan kun je die rösti natuurlijk nog op smaak brengen. Met allerlei smaakmakers. Ik voeg vandaag 2 takjes rozemarijn toe. Ik ris de naaldjes van de takjes. En rozemarijn heeft natuurlijk best wel een behoorlijke smaak. Heerlijk, maar ook heel overheersend. Dus ik ga de rozemarijn wel zo fijn mogelijk snijden. Dus echt even met een goed scherp mes bijna tot poeder snijden. Dan krijg je een heerlijke smaak zonder dat het te overheersend wordt. Dan kan de rozemarijn bij de aardappelrasp. Oh, ik vind rozemarijn zo lekker ruiken. Dan moet ik zeggen dat ik dat eigenlijk met alle kruiden wel heb. Het is natuurlijk een soort van rustgevend iets. En rozemarijn is denk ik wel een van mijn favorieten. Dan heb ik hier ook nog 2 tenen knoflook. Ook die snij ik mooi fijn. En dit kun je natuurlijk ook met de knoflookpers doen of eventueel op een fijne rasp. Ook deze voeg ik toe aan de aardappelrasp. En om het een mooi geheel te laten worden, kun je ook nog 3 eieren toevoegen. Die gaan natuurlijk garen in de pan. Zorg dat alle stukjes aardappelrasp mooi aan elkaar blijven plakken. Beetje zout en peper. En je zou natuurlijk ook geraste kaas kunnen toevoegen. Maar de basis is niks anders dan geraste aardappel. Dan heb ik hier een grote pan. Daar zet ik het vuur vast onder. Neem een pan waar in ieder geval voldoende in past. En eentje waar je ook een bord hebt die er precies overheen past of precies erin. Zodat je hem straks makkelijk kunt omkeren. Want dat is natuurlijk wel belangrijk bij die rösti. Hij moet aan 2 kanten gebakken worden. Je roert de aardappelrasp goed door.
Dat er echt een laagje van ei om alle stukjes rasp heen gaat zitten. Dan gaat er olijfolie in de pan. En als je een goede pan met anti-aanbaklaag hebt, dan kun je iets minder olie doen. Maar omdat ik gietijzer gebruik, doe je een klein beetje extra olie. Zodat de onderkant wel mooi bruin bakt en niet te veel gaat plakken. Laat je de olie even door de pan walsen. En dan gaat de hele boel in de pan. Met de spatel kun je het dan mooi aandrukken. Dus echt een mooie koek van maken. En dat mag je ook best wel stevig doen. Zodat het echt mooi compact wordt. Dat bakt lekkerder en dat draait ook mooier strakjes. Even goed stevig aandrukken. En dan mag deze een minuut of 10 à 15 bakken. En dan draai je hem straks om. En dan de andere kant nog en dan is die gaar. Als je dit nou niet met voorgekookte aardappels doet, dan moet hij echt 2 keer een kwartier. Maar dit zorgt er wel voor dat hij lekker snel kan. Nou, dit is klaar. Door met de groenten. Ik laat hem even op middelhoog vuur staan. Qua groenten heb ik vandaag zowel fenkel als peultjes en worteltjes. Ik heb hier 2 fenkelknollen en een grote stoofpan. Ik ga vandaag namelijk de fenkel smoren in groentebouillon met knoflook, nog meer rozemarijn. Je ziet aan de onderkant van zo'n fenkelknol altijd een bruin randje. Dat is natuurlijk waar die aan de plant heeft gezeten. Snijd daar een zo dun mogelijk stukje van af. Puur om even het beschadigde deel weg te houden. Maar zorg dat die bladeren dus wel mooi aan elkaar blijven zitten. Hier ook even het bruine stukje weghalen. En aan de bovenkant kun je het loof houden. Dat is namelijk en heel lekker en mooi om mee te garneren. Dus dat leg ik even aan de kant. Het lijkt een beetje op dille. Het heeft natuurlijk ook een beetje diezelfde anijsachtige smaak. Aan de bovenkant die stengels, wat een soort vingers zijn, daar snij ik ook een klein stukje vanaf, ongeveer 1 centimeter. Dit kan allemaal weg. Dan halveer je hem over de lengte. En dan snij je hem vrij dik in parten. Echt heel jammer dat we het hier zo weinig eten, want fenkel is super lekker. Dus ik zou zeggen, mensen, eet het wat vaker. En ik vind het ook een hele mooie groente, eerlijk gezegd. Goed, de grote pan. Daar gaat ook wat olie in. Gewoon wat olijfolie, 2 eetlepels ongeveer. Daar voeg ik de parten fenkel aan toe. Doorroeren. En natuurlijk ook wat knoflook. Heerlijk. 1 teentje. Omdat ik hem ga smoren, laat ik de knoflook ietsjes grover. Je hebt 15 minuten of zo, dus dan is het echt niet meer zo'n scherpe smaak. Even lekker meebakken. Dan gaat er 200 milliliter kokend water op. Gewoon uit de waterkoker. Dat giet ik erbij. Smoren doe je natuurlijk altijd in vocht. En dat vocht kun je natuurlijk altijd weer op smaak brengen. Ik heb hier een lekker groentebouillonblokje als smaakmaker. Daar gebruik ik 1/2 van. Die verkruimel ik boven de groenten. En we hebben hier natuurlijk nog 2 takjes rozemarijn over. Lekker. Die kunnen er ook bij. Nou, roer je het even goed om. En je wil natuurlijk dat er stoom ontstaat, want door de stoom gaat de groente natuurlijk garen, zo smoor je het. Dus je legt de deksel schuin op de pan, zodat hij er
een beetje op blijven, maar dat er ook nog wat vocht kan ontsnappen. En dan over een minuut of vijf voeg ik ook nog de pultjes en de worteltjes toe. Dan heb ik hier nog een koekenpan. En in die koekenpan gaan we de slavinkjes bakken. Beetje olie in de pan. De slavinken kunnen in de hete olie. Die mag je natuurlijk rondom gewoon bakken. Even voorzichtig met een tang pakken. Want ze kunnen nog wel een beetje kwetsbaar zijn. Het is een heerlijk gerechtje dit voor het najaar. Eigenlijk alles wat in een braadpan zit, waar lekker stoom en dampen uitkomen, is wat mij betreft heerlijk in het najaar. Wat ook echt bij het najaar hoort, is soep. En laat ik dat nou net rondgebracht hebben in een soepbus. Ik ben hier in Lage Zwaluwe bij Joke en Perry. Die maken namelijk soep voor oudere mensen om zo'n hart onder de riem te steken. En ze brengen het langs met dit gezellige busje. En ik ga ze een handje helpen. Hi Joke. Hi. Mag ik bij jou in de keuken komen? Ja, zeker. Heel graag. Ik kom soep maken, heb ik begrepen. Ja, hartstikke fijn. Ik kan wel wat hulp gebruiken. Oké, laten we beginnen. Joke, vind je het leuk om tomatensoep te maken? Dat lijkt me een heel goed idee, want dat vinden de meesten eigenlijk altijd wel heel erg lekker. Ik had nog wel een leuk plan om daar wat baconballetjes in te doen. Is dat een goed idee? Ja. Wil jij de uien snipperen? Ik ga de uien snipperen. Ga ik bacon snijden. Lijkt me een goed plan. Oké. Joke, hoe zijn jullie op dit prachtige initiatief gekomen? Nou, het was namelijk zo, in de familie was iemand besmet geraakt met corona. Het gezin wat daar omheen draaide, ja, dat kon wel even wat extra aandacht gebruiken. Ja. En ja, soep is natuurlijk dat is zoiets verbindends, ook iets troostends. Ja. En ik deed dat al wel vaker, dus ik dacht, weet je wat, ik maak een lekkere pan soep. En voor wie doen jullie dat? Nou, voornamelijk voor de ouderen, ja. Maar ja, eigenlijk voor iedereen die het wel kon gebruiken, een kopje soep. Joke, jij hebt vast een soeppan. Ja, ja, die heb ik, ja. En wel twee ook. Ja. Maar ik heb hem daar al neergezet. Oké, dan gaan we de uitjes fruiten met een deel van de beker. Joke, ik blijf even boven de uien hangen. Wil jij alvast de balletjes draaien? Ja, dat ga ik doen. De ballen zijn klaar. Mooi. Dat draait er wel. Ik kan hier de frito toevoegen aan de tomatenpuree en de uitjes. Dan voeg ik 3 liter water toe. Wil je deze soep nou vegetarisch maken? Dat kan natuurlijk ook. Gebruik dan groentebouillon en vegetarisch gehakt. Net zo lekker, hè Joke? Lijkt mij wel. Als de gehaktballetjes klaar zijn, schep ik ze bij de soep. Ik giet er nog wat room bij en klaar is het. Perfect. Lekker? Goed zo. Heerlijk. Blij. Leuke bus. Ja, geweldig, hè? Ja, daar zijn we. Hallo, ik ben Roberta van het programma Wat Eten We? En ik heb samen met Joke soep gemaakt. Hartstikke mooi. Ja, we hebben een heerlijke tomatensoep vegetarisch of een heerlijke tomatensoep met vlees. Nou, doe maar vega. Buitengewoon. Hey, je gaat er lekker van genieten. We hebben een vega versie, een vegetarische versie en een versie met vlees. Doe maar met vlees. Met vlees. Ik ben maar alleen, dus ik kook voor mezelf. Dat schiet er wel eens bij. Hè? Eet smakelijk, hè? En een hele fijne avond. Doei doei! Daag! Doei! Wat super mooi om te zien hoe je de soep langs brengt, maar ook even een praatje met de mensen maakt. Ja, dat is eigenlijk wel het leukste onderdeel van de hele dag. Ja, de soep maken vind ik echt heel erg leuk. Maar het praatje aan de deur, dat vind ik misschien wel het allerleukste. Ja, en wat fijn dat ik je even mocht helpen vandaag. Ja, heel erg bedankt ook. Zullen we dan nu zelf een kopje soep nemen in de regen? Daar is het wel weer voor, hè? Kom, we gaan gauw. Ik vond het zo leuk om te zien hoe die wat oudere mensen het ook zo fijn vonden om even een kletspraatje te maken. En dat is een heerlijk kommetje soep. Ze werden er echt blij van. Fijn om te zien. Nou, de slavinkjes zijn mooi rondom aan het bakken. Het spek moet natuurlijk lekker een beetje knapperig worden. Ik heb nog meer groente. Ik heb namelijk ook nog peultjes en worteltjes. Die stoom ik nog even mee met de venkel. Die voeg ik later toe, want die hebben natuurlijk korter nodig dan de venkel zelf. Geeft ook meteen mooi kleur. Deksel er weer op. Dan geef ik de slavinken nog even een zwieper. Puur lekker laag, zodat ze aan de binnenkant ook nog mooi gaar braden.
Oké, we gaan nu de rösti omdraaien. Dat is natuurlijk altijd een spannend dingetje, helemaal als je zo'n zware pan gebruikt. Hoe ik dat eigenlijk altijd doe, is door een theedoek te pakken. En dat doe ik dus ook bij een tortilla. Hè? Dus nu bij een rösti, maar bij een tortilla kun je hetzelfde doen. Ik heb een bord. En dat bord moet eigenlijk precies over de rösti vallen. Het hoeft niet per se over je pan heen te vallen. Maar als je hem zo mooi kunt afsluiten, zet ik even het vuur uit. Want ik ga een theedoek gebruiken en die moet natuurlijk niet in de brand vliegen. Met die theedoek pak ik de pan en het bord goed vast. Ik klem hem echt even aan. En dan gaan we 1, 2, 3. Hoppatee. Dan kun je de pan eraf halen. Oeh, yay. Kijk, het is mooi krokant gebakken. En dan moet je hem natuurlijk met een beetje liefde weer in de pan laten glijden. Voorzichtig, dat hij niet stuk gaat. En omdat ik dus voorgekookte aardappels heb gebruikt, heeft hij nog 5 minuutjes nodig. Niet meer. Dan is hij heerlijk krokant aan beide kanten. En nog zacht aan de binnenkant. Perfecte rösti wat mij betreft. Nou, ik ga nog eventjes bij de slaapvink kijken. En ondertussen vertel ik jullie ook wat we morgen gaan doen. Morgen gaan we hele lekkere tagliatelle maken. Die tagliatelle ga ik op smaak brengen met een felgroene saus. Die wordt echt heel tof om te zien. Die maak ik namelijk van tuinerwten uit de diepvries. Die ga ik koken, pureren en zeven. En dan weer op smaak brengen met parmezaan en ei. Eigenlijk als een soort carbonara wordt dat de saus die om de tagliatelle heen gaat zitten. En ik ga er lekkere stukjes kabeljauw bij bakken. En daarbovenop, want dan is het nog steeds niet klaar, komt een tapenade van zongedroogde tomaatjes en groene olijven. Het gaat er heel mooi uitzien en het wordt ook heel erg lekker. Die zien er lekker uit. Vuur kan uit. Kijken. Oh, gesmoorde groenten. Het ruikt lekker. Heel veel kleur nog, daar hou ik van. Nou, deze is volgens mij ook mooi gaar. Ik ga het opdienen. Pak even een grote lepel erbij voor de groenten. Groen peultje erbij. Deze zet ik neer. Dan heb ik hier natuurlijk ook nog de slavinken. Even nog een keer lekker omwentelen in de jus. Krijgen ze en een mooi glansje van en natuurlijk ook die smaak. Ook altijd heel lekker. Slavinkjes. En dan natuurlijk het prachtige pannetje met rösti. Ik vind die pan zelf heel erg mooi, dus ik ga hem gewoon op deze manier op tafel zetten. Wel wil ik jullie nog even laten zien hoe het eruit ziet als je er een mooie punt uitsnijdt. Moet ik even voorzichtig doen natuurlijk met een scherp mesje. Kijk. Je hoort het, hè? Hoor je de crunch? Knapperige aardappel, maar mooi zacht van binnen. Nou, hier kun je mij blij mee maken voor het ontbijt. En voor het avondeten. En ik had nog wat groene loof over. Zonde om die weg te gooien. Gaat een beetje zo over de groenten. Aardappelen, groenten en vlees. Maar dan net weer even anders. Een heerlijk gebakken slavinkje. Gesmoorde groenten met heel veel smaak door de rozemarijn en de groentebouillon. Lekker venkel, peultjes, wortel. En natuurlijk dit fantastische plaatje. De rösti, gemaakt van geraste aardappel met rozemarijn, knoflook en ei. Ik vind het er prachtig uitzien. Ik hoop dat jullie dit ook een keer gaan maken. En tot morgen.